Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de open dag Engelenkaart reading doen voor 26 juni 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. Dat is de eerste kaart. De tweede kaart. En de derde kaart voor vandaag. De eerste kaart is... Engel Celeste. Er vindt een gelukkige verandering naar een nieuw huis of een nieuwe werkplek plaats. Deze verhuizing is de voorbode van nieuwe en positieve energie. Oké, duidelijk. Dus er gaat een verandering komen. Dit kan trouwens ook met andere dingen te maken hebben. Stel je daar meer voor open en durf het vandaag ook even extra met de hulp van de engelen binnen te laten komen. Heb daar het vertrouwen in. De tweede kaart van Aartsengel Michael. Oké, mooi. Het is nu de tijd om uit deze ongezonde situatie te stappen. En weet dus daarbij dat Aartsengel Michael je daarbij behulpzaam is. En vraag hem daarbij ook extra om hulp om veranderingen te maken of ook stappen te doorbreken. Dus het volgt eigenlijk heel erg mooi op de eerste kaart. En de derde kaart is, maak je geen zorgen. Dus ga je geen zorgen maken en durf je ook dus over te geven aan deze vorm van veranderingen. En weet dat het je uiteindelijk ook veel meer brengt en veel meer positiviteit en warmte geeft. Dus ga dat ook vandaag even extra inzetten. Oké, hartstikke mooi en ga hier wat mee doen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.